Het is een vroege maar mooie lenteochtend en ik sta op het spui voor het Maagdenhuis. Daar gaat namelijk zometeen keihard gebeukt worden. Want ondanks dat de studenten elke dag een mooi programma voorschoten, blijven het studenten. En die moeten natuurlijk raven. Denk je dat de politie niet langskomt? Nou, ik heb ze nog niet gezien, maar anders zijn ze van harte welkom om mee te feesten. En weet je wat de bewaking ervan vindt? Ja, de bewaking hebben we met hun overlegd ook gisteravond. En gevraagd of vanochtend wilden komen met glitters. En ze zijn er, ze helpen ons. Ze hebben geen glitters, dus misschien moeten we daar nog even iets aan gaan doen. Oké, dat is leuk, want ik zag ook geen alcohol. Het is nog steeds een rave. Een rave zonder alcohol, zonder drugs, dat kan? Ja, het is een morning rave, geen afterparty. Dus het is inderdaad zonder alcohol en drugs. Het is geen, niet afteren van gisteravond of zo, maar gewoon lekker vroeg op en goed wakker worden. Ik heb net een smoothie gehaald, dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook geprobeerd de bewaking te interviewen. Die konden jammer genoeg niet meewerken, maar het leek wel alsof ze het naar hun zin hadden. Dus dat is wel mooi. Het zegt wel iets over de sfeer, vind ik. Raven is? Leven. Raven is? Studeren is? Ook leven. En als Louise nu binnen zou komen, welk liedje zou je opzetten? Nou, dan gaan we vooral weer keihard Louise van Jet Rebel opzetten en iedereen gaat lekker meezingen. Denk je dat mevrouw Gunning nog even langs moet komen om een dansje te doen? Want de sfeer is wel heel goed. Het zou heel goed voor haar zijn, ja. Ja, ik denk wel dat dat een van de laten zeggen, mogelijkheden zou kunnen zijn voor haar om weer een beetje in de realiteit te komen. Ja, ja. Maar ik denk niet dat ze komt, dus heeft het waarschijnlijk te druk. Want ik dacht dat ze ook nog iets van een paar bijbaantjes had en zo. Ja, dan heb je het gewoon druk. Dus dat betreft moeten we wel meer respect tonen voor die mensen. Oké, ja, ik proef een beetje sarcasme inderdaad. Nee hoor, realisme. Nee? Oké, realisme. Zoals je ziet heeft het Maagdenhuis me goed gedaan. Ik ben solidair met het Maagdenhuis. Ik heb een rood lapje gekregen. En ik heb glitters, wat ook heel leuk is. Maar jammer genoeg komt aan alles een einde. Ik heb namelijk over een half uurtje les. Dus mijn ochtendrave stopt hier. Maar wie weet volgende keer. Het is een vroege, maar mooie lenteochtend. En ik sta op het spui voor het Maagdenhuis. Daar gaat namelijk zometeen keihard gebeukt worden. Want ondanks dat de studenten elke dag een mooi programma voorschotelen...